Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je bij je beslissing om iets aan zelfzorg te doen, dat je niet weet waar je moet beginnen. Want ja, het is oké, rondom beneficial, dus heilzaam zeg je. Maar zeggen ze, maar ja goed, waar moet je beginnen? Nou, als je eenmaal begint, dan komen vanzelf de inzichten wel tot je. Ik kom hier nou zo'n boom tegen, die is tijdens het sporten. En ik zie iemand, het is sowieso iets moois van gemaakt, maar iets met bijen, honingraten, honing. Dat zijn natuurlijk snelle suikers. Het is wel een natuurlijk iets, maar snelle suikers die verbranden natuurlijk heel snel. Misschien heeft daarom iemand toevallig hier, of is zelf de brand erin ontstaan. Zien we nog meer? Iets van een bloem heeft iemand gemaakt. Dat is een langzame bestuiving. Dat heeft iets zonderlijks ook wel. Een mooi aanstekelijk iets. En een langzame bestuiving, dat stel ik wel voor traagheid en uitwisseling van kennis. Tussen jong en oud en ook interdisciplinair. En tussen dieren en planten, mensen en dieren onderling in een soort natuurlijk evenwicht. Waardoor het de natuur pas echt tot bloei komt en jezelf ook tot bloei komt. Sterker nog, dat wordt, die bloei wordt ook steeds hoger. Totdat je ook genoeg energie hebt opgedaan om uiteindelijk eventueel als een vlinder te verpoppen. En dat je ook de kracht en de levenservaring hebt om die volgende fase in te gaan als een wezen dat zichzelf ook wel transformeert en durft nieuwe wegen in te slaan en een betere versie van zichzelf te worden. In plaats van alleen maar op de suikers en omhoog en omlaag pieken en dalen. En niet zo goed weten waar die moet beginnen. En het krijgt zelf vorm als je begint. En je krijgt de natuurlijke inspiratie krijg je op je pad. Dat kan ik niet garanderen, maar ik beloof het wel. En het is de moeite waard, want alleen dan kan je een hogere vlucht nemen dan je misschien nou neemt. En kan je leven iets worden meer dan dat je verwacht dat het wordt. En you reach for the sky. Net als de bomen, they also branch out and reach for the sky. Dus nemen met weinig niet genoegen. Begin eraan en het gaat vanzelf omhoog en krijgt een vorm die je waarschijnlijk in het begin nog niet vermoedt. Maar dat komt wel. Er zit ook een soort schelpvorm in. Het is natuurlijk een heel oud symbool. Een soort energiesymbool is dit. In de Rijke heb je dat ook, de Shokurai. Het is een energiesymbool. En die energie, die sprankeling, die ligt er ook voor je in het verschiet en tot hoog. Tot op hoge leeftijd, nou daar ga ik voor.